Oh nee, helemaal nasty dit. Yo mensen, vet dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe video. We gaan vandaag beginnen met een nieuwe video. We gaan kijken hoe hotdogs worden gemaakt. En ze zeggen dat dat echt nasty is. Even niet snappen nu, dat vind ik niet leuk. Het filmpje aan. Kijk, nu ziet het er gewoon lekker uit. Nu denk ik van, hey, ik heb eigenlijk wel zin in een hotdog. Heb ik eigenlijk wel zin om toch naar de supermarkt te gaan. Maar straks, wordt het janken jongens. Dan wordt het janken. Janken met z'n allen. Oké, nou zie ik nog allemaal leuk uit en zo. Hartstikke mooi. Kijk al die hotdogs, heerlijk. Je denkt bij jezelf, die wil ik echt opeten. Maar, kijk, daar komt het al. Gadver. Weet je, je weet niet wat voor vlees daarin zit. Dat is het hele ding juist. Maar het kan zo zijn. Het kan ook schapenvlees zijn. Het kan van alles zijn. Het kunnen kleine kuikentjes zijn. Het kan van alles zijn. Je weet het niet. Oh, dat ziet er toch nasty uit. Dat is toch niet lekker, mensen. Ik heb al gelijk geen zin meer om naar zo'n kraam te gaan in de stad. En dan een hotdog te bestellen. Als je dit zo ziet, denk je van... Nee, geen hotdog meer voor Arthur. Zeker niet. En ook niet voor jullie. Kijk. Allemaal dingen wat erin wordt gegooid. Je weet nooit wat erin wordt gegooid. Dat is de hele enge ervan. Nou ja zeg. Hey, gadverdegad. Het lijkt net stront. Het lijkt net scheid gewoon. Nou ja, en er wordt de olie bij gegooid. Kijk, dit is gewoon de definitie van mensen die een soort van in een bak schijten. Nou, dit is het. Oh nee. Helemaal nasty dit. En nu opeens zijn ze klaar. Yo, ai. Zo snel kunnen ze echt niet klaar zijn hoor. Maar ja, mensen die kunnen dat soms gewoon handelen, weet je. Die kunnen dat gewoon. Die voelen die handling. Voelen ze in hun lichaam stromen en dan kunnen ze dat. Nu ziet het er gewoon lekker uit. Nu zou ik denken van, hey, nou heb ik zin in een hotdog. Maar als je dat, die stront in een bakje ziet, dan denk je echt bij jezelf van, nou, geen hotdog meer voor mij. Kijk dit dan, jongens. En ze worden ook nog even goed in het hete water gegooid. Geweldig. Jongens, let op. Dat bakje stront is dus zeg maar rondgemaakt. En door een machine is dat er doorheen gegaan dat ze een soort van langwerpig werden. En nu opeens zijn dit allemaal worstjes. Ja, dat zoiets wordt gemaakt. Je weet niet wat erin zit. Ze hebben ook niet gezegd wat voor vlees in zo'n hotdog zit. Dus ja, dat is heftig. Straks zit er wat anders in. Sprinkhanen erbij of zo. Nou ja. Jongens, ik stop er nu alweer mee. Kijk voortaan gewoon even wat je eet en hoe het wordt gemaakt. Want het is gewoon echt nasty wat je net gezien hebt. Het is gewoon een bakje stront wat in een machine wordt gedouwd. En daar heb je ze. Hotdogs. Mensen, fijn dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En Max is lekker bezig achter mij. En ik zie jullie weer later.